Ja, hoe lang hebben we aan dit nummer gewerkt? Hoe lang nog was het de hele tijd? Wanneer is hij af? Ja, dit nummer hebben we ooit voor Etcilia geschreven. En dat heb ik samen gedaan met Willem Lazarus en Woodstick, de twee te gekke songwriters. En dat is volgens mij, ik zat het nog eens even te kijken, mijn computer. Volgens mij is dat in 2019 geweest, in oktober of zo. En nu is het 2022, januari. Ja, ik herinner me dat toen we dit liedje gingen schrijven, we zaten op een gegeven moment helemaal vast. Een soort van, ik ben op die stoel daar gaan zitten en ik dacht, nou oké, laat hun maar even wat... En opeens, ik weet niet meer wie het ook was of hoe het gebeurde, maar dat is het leuke van als je dingen samen maakt. Het maakt ook niet meer uit wie het bedenkt, want die inspiratie die je elkaar geeft, die zorgt er dan voor dat er dus toch iets van, hoe lang nog, die kreet die kwam. Hoe lang nog? Hé, hey, dit is hem. Hoe lang nog? Met die melodie. Hoe lang nog? Wow. En dan gaat het van, dat is een domino effect, dan gaat het van het ene akkoord naar het andere en de tekst gaat mee en je komt opeens, voem, 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 een soort doorbraak in het schrijven van het liedje. Dat het aan het lukken is en dat je voelt, hé. Hey. En toen dachten we ook van, ja jeetje, het is eigenlijk wel een heel bijzonder nummer om samen in een samenwerking te komen met iemand, met een andere zangeres. En ja, Birgit Lewis was eigenlijk die bovenaan op het lijstje stond voor deze song. Omdat zij ook echt gewoon een heel mooi dit verhaal ook kan vertellen samen met Etcilia. En nou ja, het resultaat mag er echt wezen. Ze vullen elkaar zo mooi aan. Het is echt een magie, ondanks dat ze allebei heel anders zijn. Ja, ik weet nog ook dat we dachten, nou, dit is de mix, dit is gewoon klaar. En dan luister ik het weer terug een weekje later. Nee, volgens mij heb je andere drumgeluiden erop. Echt toevallig ook, hoe lang nog? En ja, dus ik ben echt heel blij dat het nu ook uit is met een mooie videoclip. En nu kan ik ook niks meer aan doen. En ik ben ook echt gewoon, ja, dat je tevreden kan zijn met wat het is. Dat is ook wel heel, heel lekker. Ja, wat maakt deze single zo goed? Nou ja, dat is natuurlijk ook smaak. Maar ik denk dat deze wel heel goed gelukt is, omdat het echt een combinatie is van het gevoel van de tekst en de muziek samen. En de productie, dus het geluid en de sfeer. Die komen heel erg samen. En ja, ik denk dat het daarom echt een soort magie ontstaan is.